Nieuwe muziek in de Bijloek is, is opgedeeld in drie uh, reeksen, die elk een eigen karakter hebben. Uh, er is de tijd-à-tijd-reeks, dat is uh, de kleinste, de meest intieme reeks, waarbij er één uitvoerder op het podium staat uh, een solist. Vaak echt toppers in hun gebied. Uh, we proberen daar ook een grote diversiteit van instrumenten uh, naar voren te brengen natuurlijk. Maar het idee is daar een intieme sfeer creëren. Letterlijk en figuurlijk dicht bij een muzikant zijn. In een scène sur scène opstelling, hier in de grote zaal of in het kraakhuis. Waar dat volledig tot zijn recht kan komen, uh, die situatie. Ongehoord is dan weer een, een grotere reeks met in het algemeen grotere bezettingen. En zoals de titel van een reeks het zegt, Ongehoord, producties die uh, nog nooit gehoord zijn, die dus première's zijn, of die nog maar enkele keren gespeeld hebben. Dus, dus het gaat echt over werk over dat vers van de, uh, uh, van de toonbank komt, zouden we kunnen zeggen. En heel vaak zit daar dus ook, ook uh, uh, werk van jonge componisten uh, tussen. De derde reeks is de 360-graden-reeks, waarmee we verschillende kanten van een grote componist uit de tweede helft van de 20e eeuw belichten. We hebben al Steve Reich gehad het eerste jaar. Daarna Luciano Berio en Giorgi Ligeti En nu, komend seizoen, is de beurt aan Kaya Sariaho. een Finse componiste van onder andere elektronische muziek. Dus, zij is een van de componisten bij wie er elektronische technologie zal gebruikt worden. Maar dat mag zeker niet afschrikken. Want Sarajew wordt geassocieerd met het spectralisme. Dat is een, een Franse manier van uh, muziek maken, of enfin, een, een, een manier van muziek maken die met Frankrijk geassocieerd wordt, met Parijs geassocieerd wordt, en die heel sterk gefocust is op klankkleur, dus op, het, op het, het componeren van klankkleuren. Dus echt het, het, het muzikale kleurspel uh, zou je kunnen zeggen. En dat is, uh, dat is voor mij toch wel een van de belangrijke. Uh, Kenmerken van die identiteit van Kaya Sarriaho. En Van haar is uh, groot werk te horen, werk voor orkest te horen met Brussels Philharmonic, maar evenzeer solo-werken en kleine kamermuziek.